praktische gronden gezegd vanaf Tolkamer tot aan het Pannerdensch Kanaal noemen wij Rijn. Want dat is, ja, moet je tegen de Duitsers zeggen. Wat de bovenrijn is. Ja, nee, dat ligt in, want daar, is, daar ligt Emmerik aan de Niederrijn. Maar dat stuk Rijn, wat eigenlijk geen echte Rijn is, anders snappen de mensen. Die weten het niet. Maurits verslaat de Spanjaarden in de omgeving van Schenkenschans. Het is eigenlijk, hier heb je Nijmegen, daar heb je Arnhem, dit is de Waal, dit is de Rijn, dat is de IJssel. Maurits die trok, die had een heel mobiel leger. Zijn tactiek was snelheid. He, dat was al een nieuwe visie van een krijgsman. He, zo snel mogelijk je troepen verplaatsen. Dat deed hij met schip, he, heel veel met schepen. Hij kwam uit de buurt van Steenwijk en heeft toen Knotsenburg. Knotsenburg was een fort, dat lag tegenover Nijmegen. En dat is het huidige dorpje Lent. He, dus wat er tussen de spoorlijn en de autobahn in zit. Dat is dus die Knotsenburg. Waarom noemen ze dat de Knotsenburg wel? De Nijmegenaren werden Knotsendragers genoemd. En het was dus eigenlijk een fort, niet ter bescherming van de stad, maar ter beheersing van de stad. Want de Spanjaarden hebben dat aangelegd, want ze vertrouwden die burgers van Nijmegen niet. Dat klopt ook wel, ze zijn niet te vertrouwen. Hè? En dus van dat fort uit konden ze dat, die stad mooi beheersen, en die heeft toen de Spanjaard ingenomen, Mauritsgraaf. En dan vind je hier terug Schenkenschans. Had in die periode niets te maken met wat hier dus allemaal staat.